Nou, we zitten allemaal met een groot probleem tegenwoordig. Leg maar neer dat ding. Ja, we hadden alles allemaal een stoelprobleem, over 10 jaar. We hebben gezinnen en we zien op het ogenblik dat de tijden zijn zo veranderd vergeleken bij de tijd dat wij opgroeiden. Oh, alle wie haar familie, en wie zei dat? Tina veranderd zijn zo, wordt ze met die vlotting. Dat hij had die show waar lieten, was mooi. Er komt zo ontzettend veel op onze kinderen ook af. De mange dingen, soms komt maar iemand door eigen barn, som die moet er dagelijks. En we houden ons hart vast of we onze kinderen nog eigenlijk, of we ze nog kunnen, dus kunnen voorkomen dat ze eigenlijk helemaal in de wereld terechtkomen, zonder dat ze dus helemaal godloos gaan leven. En we kan bli väldigt rädda för rädda för att våra egna barn att de vad säger nå? Ja, dat de kinderen niet. Verloren. We willen toch graag dat onze kinderen ook ja, we willen dat våra barn vokser op som barn och vuxna till att bli vuxna som lever för Gud, men i vår tid är det kanske vanskligare än någon gång för, för det världen är väldigt som tilltrekkende för det. Ting som sker i världen, det är ju så mitt i spännande. Ja, dus het geloof dat wij hebben, tron som vi har själv. We willen graag dat onze kinderen natuurlijk ook dat geloof van ons overnemen. Vi vill gärna att våra barn tar over vår tro, att de fortsätter med det vidare. Maar alles wat uit de wereld op ze afkomt is zo sterk op het ogenblik. Men allt som kommer från världen är ju så stark och så kraftig att det kanske inte är så lätt. Dat hetgene wat wij aan geestelijk leven hebben, is het dan aantrekkelijk genoeg voor onze kinderen? Is het aantrekkelijker dan wat de wereld te bieden heeft? Så spørsmålet är ju om det som vi har själv, vår ungliga liv, om det är mer tilltrekkende eller mer spännande än det som världen har till att tillby. Ja, dus wat we nodig hebben is dat... Wat vi trenger är egentligen... Dat is dat dit zo krachtig gaat worden, dat het opweegt tegen hetgeen wat er uit de wereld op ze afkomt. Så det som vi trenger är ju att... det livet vi lever sammen med Gud och det som Gud ger oss som familjerna att väger upp emot världen och det all inflytelse som allt annat har på våra familjer. Dus att onze kinderen hetzelfde krijgen als wij, zo. Så att våra barn får att de kan få det samma som oss. En dat het zo wordt dat dit zo sterk is dat het invloed heeft op de wereld. Och så att det i tillägg inte bara har god inflytelse på oss själv, men att det blir så starkt att det vi har, att det kan heller gå ut i världen, att familjerna, kristna familjerna får inflytelse på omgivelserna istället att vi måste kämpa emot världen runt oss. Och det är Gods vilja att vi i denna värld som gezinnen att det bolverken zijn van Gods koninkrijk. För det är det som är egentligen Guds vilja, att våra familjer som kristna ska bli sådana fästningar där han kan jobba utifrån. Och att det kan se ting utifrån de platserna som vår kristna här och vuxer upp. Och, ja. Men hur krijgen vi onze kinderen zover dat ze immuun worden voor alles wat uit de wereld op ze afkomt? Men hur kan vi få våra barn till att välja och bli vuxen som kristna så att de blir immun för allt som kommer mot ifrån världen, från omgivelserna. En att onze kinderen echt hun belangstelling echt uitgaat naar het koninkrijk van God. Dat ze echt de dingen zoeken die dat ze de dingen gaan zien zoals ze echt zijn. Hè? Want we leven in twee werelden eigenlijk. Men hur kan vi få det så att intresset från våra barn är så att de ser Guds
waarden, voor de toewaarden die leveren. We leven in een wereld van de zichtbare dingen om ons heen. We leveren die waarden voor wie setting, de zienlijke, voor zienlijke waarden, fysieke waarden. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid. En daar is ook een andere werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van het koninkrijk van God in deze wereld. Of daar werkelijkheid aan Guds koninkrijke, Guds koninkrijke haar die waarden, de zienlijke koninkrijke aan Gud. Ja, dus als onze kinderen zicht krijgen op het koninkrijk van God, dan krijgen ze ook zicht op wat echt waardevol is en wat waardeloos is. Naar het woord barn of wie zeer voor zicht op Guds rijke, zo kan jou voor jou een waarderingsevne voor wat som är werkelijk viktig of wat som eigenlijk op een måte minder viktig eller super. Eigenlijk zou ik het zo kunnen tekenen, dat is een heel oud voorbeeldje dat ik heel vaak heb gebruikt. Dat is een container te slik. Dat is een bak met modder, een aquarium. Ja. Een aquarium. En met modderwater. Vult met zuilen. En als hier een kopje in staat, zo. Dus er waren een kop in daar. Dan vult het kopje zich heel makkelijk met modderwater. Dat zo is, vullen koppen ze met dat som är in i den aquarium med de zuilen. Maar de vraag is nu, hoe kan zo'n kopje in zo'n bak met modderwater schoon worden en ook schoon blijven? En hoe dan kan we rensen en koppen in i den omgivelsen van gries? Want dat is ons probleem. Akkurat daar, of zo behoorlijk de ruimte. Hey, want dat is ons probleem, dat we in een wereld zijn vol met allemaal tijdelijke dingen en die dringen zich en smerig vaak en dingen die in de ogen van God eigenlijk waardeloos zijn. En dan gaat het om dat we in die wereld, zonder dat we eruit gehaald worden, maar dat we in die wereld dus vol zijn dat we een rein en zuiver hart hebben en zuiver blijven. Det som Gud vill är att vi är inne i världen, som den koppen inne i akvarium. Men att vi får en ren hjärta och att den blir fullt av han. Och inte, att det inte bara följs med allt det tydligare, nej, att de midlertidiga ting som är så lite viktigt. Men kanske väldigt gøy då. De enige möjlighet är att det från buitenaf, dat er een leiding komt van de kraan die hierboven zit, die schoon water geeft. Dus de enige mogelijkheid op het vis is dat we een kraan over een aquarium met reint van, som renner recht in. En als het reine water dus de kraan open staat en we staan er open voor, dan spoelt al dat onreine, dat smerigheid spoelt hier weg. Zo is we een slang op een kraan op over die vrouw, naar die koppen. De regenbaan in die koppen, zo spullen alle zuilen uit de koppen. En als de kraan open blijft, dan stroomt het kopje ook over. Als de kraan stopt op de hele tijd, zo wil de regenbaan nou spreken uit de koppen of weer in die. En in plaats dat de omgeving een negatieve invloed heeft op het kopje, heeft het kopje een positieve invloed de wereld om zich heen. Daar is het zo dat in steden voor dat zuilen komen in die koppen igen, zolang het water strömmer uit de kranen en in die koppen, zo wil koppen haren, eller water haar een rensende functie in die hele in omgeving. En onze kinderen, als het echt goed functioneert, dan groeien onze kinderen op in die reine atmosfeer van het schone water. Och det som egentligen är hade varit riktigt, skulle varit riktigt är att våra barn, de små kopparna våra barn, att de växer upp i den rena atmosfären av det vatten som kommer ut av vår egen kopp eller vatten från Gud som kommer ut av in i oss och så att vi sprider vidare i våra hem och till våra barn. Dus als het in ons gezin goed functioneert, dan worden de kinderen ook vol van de dingen die waar het gezin vol van is, hè, de omgeving. Ze waren die vullen ze met de som våra familier vullen. Zo als
hvis det er riktig, så blir vi fulgt av, ja, av det livet vi lever selv. En wanneer ze buiten de invloedssfeer van, van het gezin komen, dat ze ouder worden, dan is het de bedoeling dat ze dus allemaal zelf zo'n leiding krijgen met de kraan. Zo. Så när ungarna blir större och större och vuxer upp och efterhvert förlater hemmen vår, så är det egentligen viktigt att de får del i sån en ledning, att de får själv sån ledning ner i sitt eget liv. Och så att medan de flyttar ut, att de då har etablerat den önskande vannledningen in i livet sitt för de flyttar ut. Så att de tar med, att de, när de går ut i världen för att studera eller för att göra andra ting, att de har etablerat den kontakten med Gud. Dus dat ze onafhankelijk worden van hun ouders wat hun geestelijk leven betreft. Zo soms het dat hij dan weer onafhankelijk van zijn eigen vrouwen ontplicht. Dat is toch ons doel met onze kinderen? Dat moet zijn vår mål met vår familieliv en ogenen worden, zodat die voor dit til. Dat we kan helpen die til voor dit til. Dus hoe is dat goddelijke patroon voor een gezin? Så där är kanske väldigt grejt att se på Guds mönster för en familj. Det står i 1 Korinther 11, vers 3. Det står i 1 Korinther 11, vers 3. Kan du läsa det, Herman? Ja. Det sa inte min far. 1 Korinther 11, vers 3. 1 Korinther 11, vers 3. Maar ik kom nog even hierop terug. De Bijbel, wat de Bijbel zegt is... even kijken hoor, waar heb ik... Ja, even wachten hoor. Dit is, het principe is, 1 is Johannes 7, vers 37. Wanneer je dorst hebt, drinkt, dan kun je drinken en dan misschien kun je dat even voorlezen. Johannes 7, vers 37. Det er alle som tørster, at de kan komme og drikke. Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av evig liv, evig vann. Fra levende vann. Ja. Det sa han om den onden som skulle, ja, som den som, de som trodde på ham skulle få. En het is nog mooi, het is niet zo dat de bron daar zit en ik sta hier. Maar het is zelfs zo dat als je drinkt van het levende water, dan komt die bron van binnen. Det som är att brunnen, Gud, den, vi kan uppleva den som att han är där uppe och vi är där nere, och att den ska ha en lång väg in till vår hjärta. Men det som egentligen är att brunnen av levande vatten ska kan till och med här komma in i vår hjärta, att det strömmar utifrån vårt hjärta och att det inte är så väldigt lång. Det är för dig själv en bron från levend water. Over waar je komt, daar neem ik die bron met je mee, ook in je gezin. Zodat den brunnen av levende vann, att vi bär med oss när vi kommer en plats, att vi kan vara en kilde av levende vann där hvor vi är. Det står i Johannes 4, vers 13 och 14. Det står i Johannes 4, vers 13 och 14. Ska jag det förläsa? Ja. 13 och 14.
Jezus zwarte, den som trekker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som trekker av det vannet, jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Dus dan zou ik zo kunnen tekenen. De vann jeg gir ham, skal bli ja. En kilde i ham, med vann som der fra, fram og gir evig liv. Ja, dan overal waar we komen, en ook in ons gezin, zijn we bronnen van levend water, als het goed is. Så det är så att vår inre kan en ook met för onze kinderen zo hè så förlåt till att bli brunnar av levande vatten för vår nyelse. En voor vår hemde jaar. Ja, så dat ze ook dus dat ook dit ontvangen. Så vår uppgave är ju egentligen att vara en brunnen så länge våra barn och vår nyelse inte kan välja har ansvar selv for å få den brunnen i forhold til alder og sånn, så er det vår ansvar å skaffe de på en måte det vil si veldig tungt ut da. Men det får mye lov å gi de det levende vannet ja. Så lenge ungene våre er så små. Men har vi en åpen himmel også, ja? Så har vi en åpen himmel den forbindelse med Gud, og den ungene får lov til å delta i det fordi vi. Maar die kinderen hoorden ook bij, die open hemel. Ja, die moet je erin tekenen. Zo, wie verloopt het dan meer, wat familie in die dag? Nu gaan we kijken naar het Bijbelse patroon van gezin. Ja, nou, kan je zeggen voor een Bijbelse munster van hoe dan een familie zal worden. Dat is liksom, jeg tror at kvinnefreningen ikke liker denne. men som sier det på ærlig i hvert fall. Herman, du må være forsiktig med å fortelle dette hjemme. men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Ja. En mann som ber, ja. Dus het patroon kan zo kunnen tekenen dat een kind, zo is het kind, is geborgen in de moeder. Het is een novitein, een first born. En als den wokser op, zo is den moera, kansje den meest nare. Zo den er verborgen waren. Ja, misschien kan ik even. Ja, ik geef even een uitstapje naar Efeze 5. Er waren bij ons een keer. Ja, dat is wel. Je moet het niet ingewikkeld maken. Want wat eenvoudiger. Oh. Wat simpeler. De bleef maar simpeler en simpeler. Ja, oké. Dus we hadden een keer twee jonge stellen bij ons die stonden op punt van trouwen. We hadden een gang twee jonge paar, hos ons. Waar eigenlijk stond op punt te willen liefde zijn. Ja. En een van die dames die. Een van die Jensen. Die zei dat een hekel had aan Paulus. Oh, een van die zei dat hoe misliekte wel is direct Paulus. En we vroegen waarom heb je een hekel aan Paulus? Oh, hoeveel waren er als punt meer van? Je zegt zulke vreselijke dingen. Hoe zwaar de hand hier zo niet meer inle. En toen mama ding ze met je gelijk te hulp op. En toen bedoelde ze wat hij zei in wat hij had geschreven in Efeze 5. Mijn doel was hij had geschreven in Efeze 5. En vers 22. Vers 23. Nou, je moet lezen. Even voorlezen. Ja, dat kan Herman. Herman. Anders heeft hij niet. Orde van 2. Nee, dat is van 5. Efeze 5. 22 en 23. De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sitt legeme. 24. Liksom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. Så, så sier da kan jeg ikke mer leve. Han kan ikke leve med dette her, det er vei for kastelen. En toen vroegen we, wat vind je nou zo verschrikkelijk dan? Waar is dat dus zo vervaarlijk hè? Ja. Ze zegt, ik wil niet onder mijn man staan. Hoe zou ik wil niet staan onder mannen min?
Maar ik zei, wat zou je dan willen? Als ze dan spurt mijn vrouw, wat wil je doen? Ja, ik zou naast mijn man willen staan. Ze zou willen hebben, stoel plezier aan mannen doen. Zeg, wat is nou een grotere eenheid vroeger aan haar? Mijn vrouw spurt, waar een sturre eenheid, waar nou, beter. In principe maakt het geen verschil. In principe, er is genoeg forse voor die stoel, ja. Maar wat bedoelt Paulus nou precies? En waar is zo'n Paulus mijner? Hè? Hij bedoelt dat de man verantwoordelijk is voor zijn vrouw en geborgenheid moet geven aan zijn vrouw. Nee, Paulus mijner dat mannen haar ansvar voor zijn koenen of dat dan hier geborgenheid. Dus wat Paulus bedoelt. Wacht even, ik moet even denken. Shelter, to give shelter. Ja, een soort beschutter, ontlicht beschutter. Wat is dat in het Engels? Shelter, waar is responsible voor. Ja, maar responsibility dat zei ik. Ja, oké. En zo this is what he means. So, this husband and this is the wife. Zo had mij Paulus mijn in het Nederlands, hoor. Paulus mijn regeling dat mannen haar ansvar, moet daar ansvar, ik ga mijn daar ansvar voor zijn koenen. Je bezitten ze. Zodat er meer zo'n dat je in die wandelen of je plezier aan anderen. Dus dit is een grote eenheid namelijk. De muurstere eenheid. Heelheid. Ja, dus het hoofd betekent, zoals Christus het hoofd is van de gemeente, dat is dat hij geborgenheid geeft en zorgt. En zorgt ervoor dat zijn gemeente zich kan ontwikkelen. Normaal denk ik op dat Jezus er hoede voor menigheden. Ze bedoelt dat hij haar dat ansvar, hij beschutter, en dan hier wekst. Hij hier al zijn trends voor dat menigheden kan ontwikkelen op een goede manier. En dat moet zijn mannens opgave, ja. Eller manier hij zelf voor het hebben. En dat een vrouw dat ook daarvoor open staat. Og da må det jo være sånn at kvinner finner dette her, da. At det er slik. En det kan vi gi. Og så kan vi se på dette. Ja, dette er sånn at forledige, da et kind er geborgen in de moeder. Ja. Hvis de moeder is geborgen for et kind. Barnet er egentlig inne i sin mor, eller hennes mor. En de moeder en het kind zijn geborgen in de man. Og mor og barnet er egentlig beskyttet i mannen. En de kind, moeder en man zijn geborgen in Christus. Og både barnet, mor og far er beskyttet i Christus. En het kind met de moeder en de man en Christus zijn geborgen in God, als het maar zou. Og så alt sammen, så barna, dama, mannen og Christus, de er i Gud igjen. Dus dat is de geborgenheid van een kind. Zo, er vinden zich geen betere bezoekers dan zo'n barna voor de andere in Alzheimer. Dus als de duivel het kind wil bereiken. Zo is de duivel een proeven op noo barna. Dan moet hij de almachtige God passeren. Dan moet hij komen voorbij de almachtige Guden voor. En hij moet Christus passeren die hem overwonnen heeft. Dan moet hij passeren voorbij Christus om hem overwonnen heeft. En dan moet hij de biddende vader passeren. Of ze moet hij go voorbij varen som ber voor familie zijn. En de biddende moeder ook. En de moeder som ber voor barnen zit. Voordat hij kind kan bereiken. Zodan kan hij het in te barnen. Maar de verantwoordelijkheid van de man is vreselijk groot. Men een ansvar mannen haar is desverre wel eens stoer. Eller heldigvis wel eens stoer. Maar hij kan volkomen rekenen op de kracht van Christus. Men han kan stole på Kristus sin styrke av Kristus som skal beskytte ham igjen. Dus die man is er verantwoordelijk voor om die geborgenheid te geven in zijn gezin. Så mannen er ansvarlig for å gi den beskyttelse til sin egen familie. Men pappa, ja. Eigenlijk is så det de mann is verantwoordelig for at sin gezin in Kristus is. Ja, dit gaat over Christen, hè? Ja, maar want hij kan ook kiezen om niet in Christus te zijn. Ja, dan klopt het schema. En zo dat daar is een christen, een familie, som welke leven som christenen. Ja. Og
inni det bildet der er mannens sitt ansvar å velge å ta familien sin inn i Kristus. Så at mannen har på en måte, det høres jo veldig voldsomt ut, men han har egentlig ansvaret for sin familie, og har ansvaret for å holde familien i Kristus. Ja. En dus de man die is er verantwoordelijk voor, dat, en hij krijgt alles van God en van Christus om zijn verantwoordelijkheid ook echt te kunnen uitoefenen. Men mannen, we moeten huske på at Christus har lovet oss alt sammen, all hjelp, fra både Gud og Christus selv, og den hellige ånd, for å klare den jobben for å holde familien inne i Christus. Ja. En dus hij moet ervoor zorgen dat er in zijn gezin. Zo, hij heeft ansvar, hij moet proeven wat in die familie hans. Ja, dat het koninkrijk van God volkomen in het gezin tot ontplooiing kan komen. Zo, hij zijn ansvar dat hij schapen een omgeving in familie zijn, waar Guds rijk kan wachsen, kan waren, te steden. Dus hij moet kijken in hoeverre dat er dingen zijn in zijn gezin die niet in het koninkrijk. Die niet passen in het koninkrijk van God. Zo, dat is ook zo mannen zijn ansvar. Om checken, om ransaken, zijn familieliv, ting som sker hjemme og sånn. Om dat ting som ikke hører hjemme i Guds rike. Maar wat je nu heel vaak ziet, is dat kinderen. Maar wat u ser veldig ofte nå. Dat kinderen voor de televisie worden gezet, zo. Dat ungene blir satt foran en TV. En dat de duivel een vrije toegang heeft tot het hart van een kind. Zodat men, dat is hier daar, dat djevelen, eller verden, dat hij voor directe tilgang til de hjerte av barna. Dat det finnes ikke beskyttet så lenge daar. Ja, of met lectuur of toestanden. Eller med bøker, eller med internet, eller med hva som helst. Dat die det finnes, att gå förbi den beslutelse eller den beslutelse av föräldrarna. Men så är det ett stort problem om det att förekomma. Så det är en stor det har blivit ett stort problem för att det är svårt att undgå detta i vår tid. Nou, misschien kunnen we even naar een voorbeeld gaan van kanske vi kan se en exempel van in 2 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Andere Timotheus brieven. Welke? Welk vers? 2 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Andere Timotheus 3. 3, vers. Welk vers? 14 tot 16. Vers 14 tot 16. Andere Timotheus. Wat zei je? 2 Timotheus. 2 Timotheus 3? Ja, 2 Timotheus 3, vers 14 tot 16. 14 tot 16, ja. Goed interessant. Kan je lezen daar, Herman? Ja, andere kapitel 2, 14. Ja. Dette skal du minne om. For Guds ansikt skal... Vent litt. Andre Timotheus 3. 3, ja. Vers 14 tot 16. Ok. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom, som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rett vei. Ja. Er staat in vers 15 dat Timotheus die kende van kindsbeen af de heilige schriften. Dus door die vers 15 dat Timotheus was kent met Bijbelen, die heilige schriften. Hij vraagt aan wat barn. Dus het was niet een kinderbijbel of zo? Dat was je barnenbijbelen. Het was het Oude Testament. Het Nieuwe Testament hadden ze nog niet. Het was gewoon een testament, hè? Ja, dus hij was vertrouwd van kindsbeen af met de inhoud van het Oude Testament. Zo, als een barn was kent van barndommen af, was hij kent met de hele Bijbel die hadden in die tijd.
En dat is onvoorstelbaar, omdat zijn vader was een Griek, was een ongelovige. Maar nee, ik liep wel speciaal voor zijn vader, was een hedning, dan was een vrouw Hellas. Dus zijn moeder had zo'n passie voor de schrift, die was er zo... Hans' moeder was zo troende, zo sterk troende, zo had zo sterk unske, dat Hans kunnen bekend met Bibelen, met geloven. Het waren boekrollen, dus het was niet zo makkelijk om die te krijgen, maar dan met de hand te schrijven. Er waren ruller, boekruller, gamle, dat wanskelijke vertakking, dure. En daar was ze zo mee bezig dat de Bijbel is namelijk een heel wonderlijk boek, omdat God door de schrift spreekt. Hè. Dat is niet een boek om zo uit te lezen, maar het is een boek waardoor God met je communiceert. De Bijbel is heel speciaal in de verstand dat dit je waren een wanig boek som die waren lezen van zie te zie, of van zie te bak zie. Maar het is een boek som God wil communiceren met ons genom. Dus waar ze dagelijks mee bezig. En hoe waar opdat hadden. En als Timotheus moeilijkheden had of zo, dan had ze toch weer net op dat goede moment had ze dingen gelezen die ze kon toepassen voor Timotheus. Maar ze, dan kan ik ooit de vraag naar hoe moeren tegen Timotheus, hoe leven ze met Bijbelen, dat hoe hadden. Hoe hent dat zwaar daarvoor, als Timotheus had problemen of dingen dan? Dus als Timotheus thuis kwam en had moeilijkheden gehad op school of zo? Ja, zo, als hij had dat problemen op school, voor example. Zo. Dan had ze zo in de Bijbel gelezen, had God ervoor gezorgd dat ze daarop voorbereid was. Zo kan God ook weten dat hoe was voorbereid voor snakken man, in de Bijbel. En er zijn allerlei dingen in spreuken bijvoorbeeld die voor kinderen al een manier geven om goed te reageren op hetgeen wat ze meemaken. Als men voor example zegt voor wat zijn de spreuken? Waar heb je van? Spreuken. Wie soms oorden en niet wie soms oorden. Oorspreuken, ja. Er staan wel mange goede. Ja, er zijn mange ting skreven som til og med små barn kan ha nytte av, for de ofte veldig enkel og retningsgivende for våre måter å reagere på. Ja, dus ze kreeg van God direct kreeg ze wijsheid om Timotheus goed te kunnen begeleiden door het woord wat ze las. Så det kan godt være at hun fikk direkte innspill fra Gud gjennom Bibelen og studerte. Att hon fick direkt inspel för hur hon skulle uppdra Timotheus eller vad hon skulle lära honom om vissa ting i livet. Bijvoorbeeld, ze had ze bijvoorbeeld in psalmen gelezen, psalm 7, psalm 119. Maar je moet hier zo lang, dat weet je toch helemaal niet? Misschien is het zo, maar misschien het niet. Wat? Dit. Wat je nu zegt allemaal. Misschien heeft ze dat wel gehad, maar misschien ook niet. Een voorbeeld, ja. En dus stel je voor dat ze in Psalm 119 had gelezen, van Psalm vers 97 tot vers 100. Ja. Ja? Probeer dat te vertalen. Ja, maar dit gaat er... dit kan... Het kan volgens mij wel zijn dat we haar leest van psalmboeken, 119, welk vers? Ik zal dat 97 tot 100. Vers 97 tot 100. Dan was er bijvoorbeeld in, dan zei ze tegen Timotheus, moet je nou eens kijken wat ik heb gelezen vandaag. Ja, voor example, hoe kunnen we kansen zegt Timotheus, ze wil je lezen nu, of zo had je lezen dat. Las je ervoor, uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altijd bij mij. Zo dan leest hoe kan je vertelt hoe kan je dat dine buurt je mij wijzer en mijn vijanden, voor den heb je altijd hoest mij.
He, dus zegt het woord van God, dat maakt je wijzer dan je vijanden. Dus degene die het je moeilijk maken. So, dat betekent dat Guds oor hier ons wijzer en die som gjør det vanskelig for oss i livet. Ja, vers 99, dat je, ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Dus je zegt, ja, je kan wijzer zijn zelfs dan degene die je onderwijzen. Ja, je moet eens kijken wat Gods woord uitwerkt in je leven, als je dat serieus neemt. En voor example, dat som står her i midt i mi, je har større innsikt enn alle mine lærere. Voor jij grunden voor die lovbud, zodat ja. Du kan bli visere en mange andere som egentlig står høyere oppe i en system, men det bare på grunn av Guds nærvær og Guds bud, eller ja, Bibelen. En dan in vers 100, ik heb meer inzicht dan de ouderen, want ik bewaar uw bevelen. Dus og at det står i vers 100 at jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. Så at å kunne følge Guds bud, eller hans påpekninger, eller regler og ting og ting, at det gir innsikt og visdom. Dus liet Timotheus zien dat je verstandig kan worden, dat je en onze kinderen hebben het vreselijk hard nodig, dat ze weten dat het woord ze verstandiger of ze wijzer maakt dan een vijand, dat ze weten hoe ze moeten reageren. En dat ze ook verstandiger zijn dan leermeesters die op school op het ogenblik allerlei evolutie onderwijzen of zo. En dus dat Gods woord je daar bovenuit tilt en ook mensen tegen wie je opkijkt en zo, en geleerde mensen en zo, die allerlei dingen verkondigen die niet die godloosheid eigenlijk verder propageren, dat het woord van God je in ieder geval een daarboven uittilt, boven alles wat er op je afkomt aan allerlei ideeën. Niet zo lang. Ik kan het even vertalen. Ja, maar det som hjalp for Timotheus, det gjelder for oss nå også, og for våre barn, for oss selv som voksne, men også for våre barn, at Bibelen, at vi lærere, men også våre barn, at de lærer at Guds nærvær og Guds ord kan gi oss mer visdom og mer innsikt i ting som verden er og gir. Så at når vi har vise menn, eller mennesker rundt oss, og på skole og andre plasser som vi ser opp til som småbarn, fordi de har så mye kunnskap og sånn, at det allikevel kan være tomhet, fordi det handler ikke om de evige ting, at våre barn får det med seg at det finnes mange ting som er mye mer viktig enn alt som skole og være snakker om, og i religionsfag og sånn, at det egentlig bare mye vas i forhold til det som Gud virkelig vil gi. En så vil jeg bijvoorbeeld ook zien van de wijze spreuken van Salomo, over, dat heb ik vorige keer hier al behandeld geloof ik, maar dat ze zeggen, ja, we hebben allemaal een handicap, zo. Ze zegt, ik ga er maar vanuit dat wij die moeder zijn, dat onze kinderen moeten voorlichten. Maar hoe werkt dat dan? Nou, je kan, Salomo die zei een keer van, vertrouw niet op je eigen inzicht, want dat heb je helemaal niet, want je weet helemaal totaal niks van de toekomst. Zei at hun moren til Timotheus, da, at hun har snakket med Timotheus om dette her, om et ordspråk som Salomo skrev, om at vi ikke kan stole på vår egen innsikt. Ja, det står i Spreuken 3, namelijk Spreuken 3, vers 5.
ordspråkene, tredje kapitel. Vers 5. Femte vers. Det står også, stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke litt til ditt vet. Ja, hij zegt, we weten totaal niks van de toekomst. En het is heel dom om dan eigen plannen te maken, want je weet totaal niet wat voor je ligt. Dat heb je al een keer eerder gezegd, hè? Ja, ja, maar ik geef nu even als een voorbeeld nog van hoe je kinderen duidelijk kunt maken van hoe dom het is om zonder God te leven, zonder zijn woord. Ja, dus... Nou, ga dan vertalen. We hebben allemaal een blinddoek voor zo. We weten niks van de toekomst. En daarom is het heel dom om je eigen plannen te maken. En je moet Herren. Die weet het wel. Zo. Zo, eigenlijk, dat is een story, dat eigenlijk dat voor eigen plannen voor de rest van leven, den is ganske uvis. Dat eigenlijk is om te gaan met een med en lapp for øynene, og gå i blinde, uten å se noen ting. Vi bare håper at det skal bli greit, eller håper at vi får et langt liv, vi håper at vi får greit en gang, at vi sånn og sånn og sånn. Ja, men det er en som vet noe om vår tokomst, er jo egentlig Gud. Det er ikke noen andre som vet noen ting. Ja, du fortrer til Herren, men ikke hele her. Så derfor står det stol på Herren med hele ditt hjerte, og ikke stol på din egen innsikt. Ja. En betrek hem bij alles wat je doet en dan maakt hij je wat recht. Als er staat dat als we in overeen gaan op wat we doen, zo zal hij doen wat ons die redt. En ook toen Timotheus, dat is met onze kinderen ook zo, die komen op een gegeven moment in hun puberteit terecht. En dan moet je ze ook voorbereiden. Ja. Det er sånn som med Timotheus, han kom jo i puberteten, akkurat som vi selv har vært, og våre barn har vært, og kommer i. Ja, nou, in ieder geval, er staan in spreuken allerlei dingen die heel nodig zijn om te weten, allemaal waarschuwingen en zo, dat je niet in verkeerde handen valt, wat dat betreft ook. Altså, i ordspreukene står det jo mange råd om hvordan vi skal omgås ting. At vi ikke skal bli lett bytte for de som leiter med oss. Vi går weer terug naar die Timotheus. Men dette med Timotheus was alleen maar een voorbeeld. Ja. Moet je niet terug naar Paulus. Ja, naar Paulus, naar het stukje uit Timotheus, van 2 Timotheus 3. En dan kom je maar terug igen til det som Paulus schreef til Timotheus, til Timotheus. En er staat dat hij de heilige schriften kende die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Dit staat niet eigenlijk hier, of zo? Er staat niet helemaal hetzelfde hier in onze Bijbel. 2 Timotheus 3, vers? Ja, 2 Timotheus 3. Vers 6. En dan 15. Oh ja. Heid van barndommen, had u kent een hele schrift? Ja. Die som kan je daar wisdom, som leder de frelse, bij troon op Jezus Christus. Ja. En dus er staat hier eigenlijk dat de heilige schrift zo. Zo, er staat dat Guds heilige schriften. En plus het geloof in Jezus, dus het... Samen met troon op Jezus. Dat is zaligheid, dus compleet. Dat is compleet, dat is zaligheid, dat mangelt ingenting. Dat is het compleet. Ja, dus het is zo ontzettend nodig dat we dagelijks de Bijbel lezen en met Jezus omgaan, zodat je... geconcentreerd genoeg bent dat de kracht zo groot is dat het opweegt tegen alles wat de wereld ophoest en uitdraagt. Zo, voor opgave is dat, eller voor de uitvoering is dat we verlossen beide Guds oor, die hele schriften, en Jezus. Ja.
at vi får motstand nok til å stå imot alt som kommer mot oss fra ja, vår omgivelse. Maar nu zitten we met het probleem van hoe doen we dat nou? Men så har vi en problem av hvordan vi gjør dette. Hvordan kan vi gjøre dette? Met Timotheus die groeide op met de Heilige Schrift en met het geloofsleven van zijn moeder die hem daarin meenam. Timotheus leefde jo og vokste jo opp i en med Bibelen og sin mor. Maar de moeilijkheid met ons is dat ja, we hebben de kinderen groeien op met Donald Duck en zo en met allerlei flauwekul en dat je denkt ja wat en ze krijgen, en als ze nog een keer een boekje krijgen met Bijbelverhalen dan is het alleen de Ark van Noach of David en Goliath. Ja, het probleem is dat onze kinderen opgroeien op met Donald Pocket en als die dan eindelijk voor nog met wat met Bijbelen te doen hebben, voor die kans een historie, tegnehistorie med Noahs ark eller David og Goliat. Ja, en aan de andere kant komt de wereld met alle dingen via de video en televisie en spelletjes en zo, daar worden ze mee bezig gehouden, maar ja, ze groeien op zonder het woord van God, denk ik. På andere sida er det jo dataspill og film og TV og alt mulig som kommer inn på barn som har en mye mer voksen uttrykk. Det er ganske mye større og mer spennende enn de få bibelhistoriene vi viser. Ja. De får med seg, altså, er det slik at våre barn vokser opp med eller uten? Ja. Det kan godt være at de egentlig vokser opp uten reelt god riktig bilde av Gud, av ekthet. Men det er så moeilijk, jeg finner det så moeilijk nu om te zeggen van ja, wat we moeten doen, want er moet en hele ommekeer komen in onze manier van doen, denk ik. Men det er jo veldig vanskelig å si hva vi skal, for min far sier noe at han synes egentlig at det er vanskelig å si og gi råd hvordan hva kan vi gjøre med dette her, for det er veldig sannsynlig at vi må omvende oss fra en del ting i vår egen liv og vår familieliv på en måte, for å gjøre en forskjell. Toen wij de kinderen hadden, toen de kinderen nog klein waren, was er heel wat minder verzoeking wat dat betreft dan nu. Da mine foreldre hadde oss som barn, da vi var lite, vi selv, så var det jo mye mindre sånn, hva heter det, forsøkning. Forleiding, forsøkning. Det var mye mindre sånn temptations. Hva er det? Fristelser. Ja, fristelser. Var det mange færre fristelser fra verden egentlig på en måte enn nå? En ja, maar we hebben er wel voor gekozen om maar één ding belangrijk te laten zijn in ons leven, was God. Men allikevel har vi egentlig bare har vi valgt å alltid velge at bare Gud var viktig, at Gud var viktigst alltid, at det ikke var noen tvil om at hva som var viktig. En alles uit huis te weren wat de kinderen op een verkeerde manier zou kunnen beïnvloeden. Dat zou dat verder mijn hart proeft om ja om werne jemme woordes eller deisim voor alles om kan kunnen ha dårlig invloedse på familien. Ja. Dus ik denk dat we alles aan ja, onszelf eens moeten bekijken van alles in ons gezin gaan evalueren van zijn de dingen die onze kinderen verkeerd beïnvloeden in het gezin. Ja, eigenlijk wordt ook als een man, zo'n vader, zo'n hoede in familie, zo'n is dat. Het kan goed werken dat men moet
se på alt som skjer og det som har dårlig innflytelse på vår familie, våre barn spesielt. At vi tar ansvar der for å se hva som foregår egentlig. Dus het moet toch zo zijn dat we zelf in ieder geval zouden zijn dat onze kinderen jaloers zijn op papa. Dat ze, ja, ik wil zo wezen als papa, vol van Jezus en vol van vuur en ja, vol van liefde voor de Heer Jezus. Dus de mooie eigenlijk ideale beelden en jou eigenlijk zo dat worde barn, als die wil bli som ja, dat is heel erg interessant. Men veldig bra. At vi lever slik at vi er så full av Gud og opptatt av han, at det er det som vi stråler ut til familien, at barna ser at ja, vi vil bli som pappa, som er troende og som stoler helt på Jesus, at det ikke er noe ja, sånn halvveis sånn opplegg. En alles wat we in ons gezin hebben aan lecturen van boekjes of aan videospelletjes en zo, dat we het moeten gaan afmeten aan wat er staat in Filippenzen 4, vers 8. En dat kan weer zijn dat alles som står i at alt vi har i hus kan vi då legge det på siden av liken. Dus Filippenzen 4, vers 8. Filippenzen brev 4, vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er edelt og rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt godt gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Ja, en is dat we ons, ja. Want we hadden hogere mål in vårt liv en bare det som er, ja, som vanlig i vårt liv. Maar dat het voor ons betreft vreselijk nodig is om toch doortrokken te zijn met Gods woord. Dat betyr at at vi som foreldre, vi må være gjennomsyra av Guds ord. Vi må være fulle av Guds ord. Vi kan ikke, ja, det kan ikke bare henge oss lenge. En dat we, ja, dat we uit de eerste hand van God horen van wat er anders moet. En wat, dus, wat er ook staat in dat stukje van Timotheus, dat het woord van God, even kijken, elk van God ingegeven schriftwoord, dat het voor nuttig is. Mm-hmm. Dat, hoofdstuk 3, vers 16, hè? Dat is 2 Timotheus 3, vers 16. Andere Timotheus bleef het vers 16, dat de story dat we alle schriftwoord van God er nuttig til å stå med. Alle skrifter som er inngitt av Gud er også nyttig til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Ja, vers 17. Slik skal det menneske som hører Gud til settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Dus dat is Gods wil, dat we zo Gods woord gebruiken dat dit werkelijkheid wordt. Så det er vår mål, det må være vår mål som familiefar, eller som i vårt liv, at det kan bli virkelighet, at dette her blir slik at det virkelig skal, at Guds skrifter skal fornye oss og rettlede oss og hjelpe oss på til å oppdra i rettferd og ja, sånne ting. Want zonder Gods woord zijn we verblind. For uten Guds ord er vi egentlig ganske, ja, er vi vel, som sagt, blinde. Zien we niet helder wat echt nodig is in ons gezin? Så ser vi ikke noe
klart wat ze nou werkelijk wichtig is in vår familieliv. En zien we ook niet precies wat we onze kinderen door kunnen geven? Och så ser vi inte heller vad som är viktigt för ungarna våra, så hur de ska förmedla det. Misschien een voorbeeldje nog. Er was eens een evangelist en die ging vaak van huis. Er was een predikant som var ofta weg van hemifrån. En hij had een grote tuin. Och han hade en stor hage. En iemand anders die verzorgde zijn tuin, zijn groentetuin. En online, aan stelde hagen. En in die tuin hadden ze koolplantjes gezaaid. Oh, in die hagen hadden die zod kool en zo, koolplanten. Ja, en elke keer als hij dus thuis kwam, dan ging hij meteen even in zijn tuin kijken. Dus wij gaan kom je hem van zo'n taaluke en zo. En dan zag hij dat die koolplantjes die begonnen te groeien. Dus ik keek aan die hagen en zag dat koolplanten begonnen te wachsen. Een bloemkool was het. Dat was bloemkool, ja. Maar één plantje, dus elke keer als hij ging kijken, dan waren ze weer groter geworden. Wij gingen waar hij had de blister, de kans logisch dan. En op een gegeven moment zag hij dat één zo'n plantje, die groeide als kool, hè? Die groeide helemaal geweldig groot. Groter dan de andere. Maar een gang zag hij dat etterwerd dat één plant, dan wokste hij heel goed dan de rest. En hij was gefascineerd door die ene, want daar raakte het niet op uitgekeken. Elke keer als hij thuis kwam, dan ging hij weer kijken hoe groot hij wel was geworden. Hij bleef wel gefascineerd dat een ene wokste voeter dan de andere, zo hij was wel opzat aan hem. Maar op een gegeven moment was hij dus rijk. Zo. En op een wist punt was hij een moeder. En toen moest hij geoogst worden. Zo zou dan bli gehusted. Ja, dus die en maar voordat hij geoogst werd, nam hij er een foto van. En voor een husted en zo toen kan het beeld aan. Ja, zo'n geweldige bloemkool. Dat was nooit zo'n grote bloemkool. Zo'n stoel bloemkool had hij al gezet voor. Waar hij dan op bladde. Nee. En als hij dan zijn foto, daar had hij foto's van zijn kinderen bij zich. En als hij ergens kwam, dan liet hij ook die foto zien van die bloemkool. Zo. Når han gikk rundt og talte, så viste han stolt bilder av sin familie og den plomkålen. Men als die mensen en keer die foto hadden gezien, dan waren ze erop uitgekeken. Men alle andere som hadde sett bilder av den plomkålen en gang, var de jo ferdig. De var jo ikke mer interessert enn det, selvfølgelig, for det var bare en plomkål. En dan liet hij die foto weer zien en zei, nou, dan heb je hem weer met die plomkål. Och så visste han den bilden igen och igen och igen, för han var så stolt över den. Så blev det slik att och där har du han där furen med bilden av blomkålen. Nou, hoe is toch mogelijk, hè? Ik raakte er niet op uitgekeken. Ik heb al 1000 keer naar dat ding gekeken. Och så tänkte han med sig själv att jag blev rart, för jag blev ju inte lei av den i det här fallet, för jag har sett på den bloemkolen kanske 1000 gånger. En nu hebben ze één keer mijn foto gezien met die bloemkolen en niemand wil het meer verder zien. Men andere som ser på den bloemkolen, die har sett kanske 1 gång och die alreede leierde. Zeg, en dat was het verschil, dat deze bloemkool, elke keer was hij weer wat gegroeid. En daarom was het fascinerend om elke keer men te det zien. Som var fascinerende för han var ju att hver gang han så bloemkolen, så hadde han vokst lite. Och så hadde det skjedd ting med dem. Maar een foto, dat is statisch. Men het beeld som är statisk, den är inte mer spännande än en beeld. En dat is ook zo met ons geloofsleven. Och det är akkurat lik med vår trosliv. Nee, zolang als ons geloofsleven in beweging is. Zolang vår trosliv är i bevegelse. Dan is het fascinerend, ook voor onze kinderen. Zijn het fascinerende, ook zo voor onze barnen en onze omgevingen. Ja, maar als je geloofsleven statisch is, er zit geen beweging in. Maar zo voelt voor troosliv blijft statisch, dat er geen beweging is. Dan hebben ook je kinderen geen interesse. Zo is het ook niet zo spannend alleen voor onze barnen, voor daar is het gewoon het beeld. Dan is het steriel. Zo blijft het steriel. Daarom is het zo nodig dat we uit de eerste hand dagelijks ons leven laten vernieuwen door Gods woord. Daarvoor is het belangrijk dat we voor vernieuwen in ons leven dagelijks. Direct aan God, genom hans woord. Het is natuurlijk beter een dagboek bijvoorbeeld, of iets, als je geen tijd hebt om je Bijbel te lezen. Een dagboek is natuurlijk wat makkelijker. Ik heb ook een dagboek.
Het is beter dan niks, maar als het in de plaats komt van het lezen van je Bijbel en de Heer, wat heeft u mij te zeggen vandaag? Wat heeft u me te waarschuwen? Wat heeft u me te bemoedigen? Of wat moet ik, ja, geef me wat wijsheid voor mijn kinderen? Nee, dat kan goed wel, dat we gebruiken een ander boek, voor example is dat naar de Bijbel, voor die we hebben tijd om te lezen de Bijbel, en dat is voor het bemoeien beter dan ingenting. Maar dat wijd ik op til de Bijbel som virkelig som Gud virkelig som är så mycket större som Bibeln som Gud kan bruka direkt i vårt liv lite annorlunda än en annan bok som någon andra har skrivit och som har interpreterat Bibeln på det sätt vis. Så vi må lära och bruka Guds ord och leva med Guds lik att vi får en direkt egen relation till han som gör att vår liv blir engagerande och spännande och att det växer och att därför att det är därför att ungarna blir inspirerade. Men vad är nu sleutel? Vad är nyckeln? Om så te worden? Om för att bli stik. Det är de sleutel till ett nytt förbund. Och nyckeln är det nya förbund. Förbund? Nej, nya... Är det förbund? Nej. Nya pakten. Pakt. Ja, pakten. Ja. Nya pakten. Ja, dus dit is, ik geloof dat we het wel eerder over gehad hebben, wij samen, over het nieuwe verbond, of niet? Do you remember this? Yes. Ja. Ja, ja, de nya pakten som Jesus har gett oss. Det är det som är nyckeln till ett liv direkt med Gud på något sätt. So we know that right, we weet dat het de goede weg is. Vi kan förstå vad som är rätt väg. En we zien dat het die kant uit moet. Vi vet att vi ska den vägen för det står på skylten också. Maar we zijn krachteloos. Maar we hadden geen sterkte voor. En we zien dat die pijl de andere kant uitslaat eigenlijk. En zo zeggen we dat ons hart heeft lust om de andere weg. En we weten als het niet verandert. En ze weet meer dat als het niet verandert, zijn hart wordt. We gaan wel proberen om die kant uit te gaan. Dan gaan we wel proberen om te draaien op viljen naar de rechte weg, de rechte zijde. Maar dat werkt niet. Maar dat functioneert niet langer. En die kant uit dus werkt ook niet, want dan gaat alles mis. Men feil retning så vet vi at det ikke funker, for da går vi fortapt. Det var mitt problem. Det var min problem, sier faren min. Det var hans problem i kirken da han var ung. Op mijn 27e jaar heb ik voor het eerst mensen ontmoette die dus echt die kant uitgingen met veel plezier. Det var på sin 27 år. Da han først for første gang møtte andre mennesker som virkelig gikk den rette veien med Gud, med lyst og med glede. Ja, de levde helemaal for Jesus. De levde helt for Jesus. En de gebruikte hun Bijbels. Og de brukte Bibelen. Het waren gewone mensen met gewone banen. Det var vanlige mennesker med vanlige jobber. Maar ze deden alles voor Gods eer. Maar die deden alles voor Gods eer, alles voor Jezus. Hoe worden ze zo? Hoe zijn ze zo geworden? Dacht ik. Also, mijn vader's vraag was den gangen, hoe had die blitz om? Hoe kan het zijn dat die zo anders? En toen ben ik ook voor het eerst in mijn Bijbel gaan lezen. Daar leest je voor het eerst gang. In de brieven. In alle brieven natuurlijk. Die had ik nooit gelezen. Voor den had ik al die les. En toen kwam ik bij het geheim. En zo stutte dan op eigenlijk hemelheden daar. Dat staat in Hebreeën 10 vers 16. Oh, de Hebreeënbrief 10 vers 16. Zit vers 16. Maar dit is het verbond waarmee ik mee. Met het. Hebreeën 10 vers 16. Vers 16 en 17. Den pakten jij wil sluiten met dem i det i det
Slik er den pakten, jeg vil slutte med dem i de dager som kommer, og deretter sier han, jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer. Nou, dat is hun geheim. Dat is hun sleutel. Og, men det er det som er nøkkelen, og det er det som er egentlig poenget. En toen ik dit las, dacht ik, stel je voor dat God een verbond met mij wil sluiten. Zo, wist je werkelijk is hand, zo wil God sluiten een pact met mij. En dat hij mijn hart zo kan veranderen, dat ik zin krijg om zijn wil weg te gaan. Oh, de pacten er dat dan veranderen je hebt niet sliek, dat je niet had lust te doen dat is maar het, dat daarvoor lust te gaan hand zijn wij. En dat mijn verstand verlicht wordt, zodat ik ook weet waarom. Als het til og med verstanden blir så opplyst, at den skjønner hvorfor det skal være slik. Dat niet mijn verstand op nul hoeft te zetten. At jeg ikke trenger å skru av hjernen for å kunne følge Gud. En dat er ook een streep gaat door mijn verleden. Og til og med at det kommer til livet for vår fortid. Wat een bevrijding zou dat zijn. Dat is een fantastische bevrijdelse, wie is daar ziek? Dus toen ik 27 was, heb ik het om gevraagd. Ik zei, Heer, ik leef maar één keer. Zodat je was 27, zo spurt je Gud om dat. Ik begon overal aan en ik maakte nooit wat af. Het begint op mange ting, maar klart altijd de afsluiten ting, of bevrijdende ting. Ik was slap. Slap? Ja. Krachteloos. Sturkeluis. En dus ik zei, ja, die ene keer dat ik leef, wil ik echt uw wil doen, maar ik weet niet hoe. Maar als u mijn hart zo kan veranderen dat ik er zin in krijg, dan moet het kunnen. Aan zei tegen Gud dat, wist de week is zand dat het mogelijk om leven met Gud, maar met dat op de mate, zo moet u hier met de mogelijkheden. En zo moet u veranderen zinnen met. Nou, toen heb ik het inderdaad gevraagd aan God. Ik zei, nou, dat wil ik nu voor de rest van mijn leven. Zo spurt jij dat het skulle bli slik, dat Gud skulle veranderen livet. Ik heb niet meteen gemerkt dat er wat veranderde op dat moment. Ja, hallo. Ha en god natt, da. Hallo, het regnet met de stofferen der en jeg skal. Ja, det er ikke sikkert. Jeg håper det. Du må hilse Vemund og skryte han. Jeg skal gjøre det. Det er bra. Takk skal du ha, Vemund. Ha det. Kan jeg nok ikke sjekke? Jeg har ikke meteen gemerkt at det iets veranderde. Jeg merket jo ikke med en gang at det var store forskjeller her. Men de ontmoeting med mennesker die dus geestelijk leven, vekte bij mij en enorme honger en dorst. Ik denk, dat wil ik ook. Men min møte med andre, ja, unge mennesker som virkelig levde med Gud, ga en lengsel etter det samme. En det er nu mer enn 50 år geleden. Men det er mer enn 50 år siden nå. En elke dag maak ik hier gebruik van. Og hver dag har jeg det slik. Enda, skjer dette her, eller er det levende? Hva er det røde i ordet hans? Hva er det røde i sin hoved? Det er verstand. Det er verstand verlicht wordt. Oh ja. Wetten in mijn verstand. Moet je even een lampje bijtekenen misschien? Een lampje erbij tekenen. Nee, dat gaat over dat verbond toch? Ja, maar dan ziet eruit alsof hij zich schaamt. Det er sånn at hjernen hans blir for opplyst, at det blir litt sånn sinne blir... Hvis jeg merker at jeg iets mag, at God vil at jeg iets doer... Når jeg merker at Gud vil at jeg gjør noe... Denk jeg, nou, als det u wil is, dan moet u wel uw wet in mijn hart leggen, en ook in mijn verstand. Så spør jeg at Gud, hvis du vil at jeg gjør dette her, da må du virkelig gi meg din, ja, den vilje, du må du gi meg den vilje i hjertet mitt, og så må du gi meg
gi meg dette her til å skjønne dette her, hvorfor det skal være slik. Dat je het met je hele hart kunt doen. Zodat als man niet bare kan doen halfwijs, maar dat man kan doen met hele hart. Als God het niet in mijn hart legt, dan doe ik het niet. Also, det var det enkelt egentlig sagt, men hvis Gud ikke skriver, hvis ikke Gud gir den hjertet i standen, så er det like greit å ikke gjøre. Det er bedre å ikke gjøre. Daarom, ja, vanaf die tijd is het altijd goed gegaan. Ik ben nooit afgezakt door dit principe. Gjennom dette her prinsippet, denne hemmeligheten her, at Gud vil skrive hans sin lov, lov i vår hjerte. Derfor er det, er det alltid gått rette veien med meg. Dus als je ziet dat er in je gezin iets veranderen moet. Så hvis man ser noe som må forandres i vår familie, i familien. Het is jouw verantwoordelijkheid ook. Det er jo for en veldig stor del din ansvar. Dan mag je hier gebruik van maken. Så får vi lov å ta dette her i bruk. Je kan het ook zo tekenen. Je kan het ook tekenen slik. Dus je hoort task. Det er en tak, en oppgave. En dit is jou. Dat ben jij. Je mag Nederlands praten, ja. Dick. Het is veel te zwaar. Ja, het was stort of voor toen. Maar door het nieuwe verbond. Opgaven. Maar niet om de nieuwe pakten. Wordt die zak licht? Den opgave blir tatt opp av noe ekstra. En dan kun je hem tillen. Så det er som om Gud drar i den oppgaven selv. Altså, ja. Slik at vi jo kan bære det. Dus Jesus sier, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Så jeg sier ikke min oppgave er lite, men han sier din oppgave som jeg gir deg er lett og grei og god. Og ja. Dus ook, ook de taak die je hebt in je gezin wordt dan licht. Dat is ook zo een opgave die haar die familie, dan weer bijbaar, of dan weer mogelijk. Ja, alleen uitkijken voor twee rotzakken. Pas voor die twee drietzakken, nee dan. die twee zakken som blir satt på siden av våre oppgaven. Ja, the devil houdt hier niet van. Djevelen liker ikke den oppgave som vi får av Gud. Dus hij probeert je twee zakken aan te smeren. Så han prøver å prakke på oss twee andere zakken. Dat is murmuring. Det er også murmuring. Suttring og misnøye. Suttring og misnøye. En bedenkingen, ja. Og så at vi kan tenke. Arguments. Making arguments. Wat kan je dat? Argument. Ja, dat staat in Filippenzen. Kijk maar in je Bijbel. Among. Staat in Filippenzen. Staat in Filippenzen 2, denk ik al. Lees maar even, dat is wel leuk. Filippenzen 2. Sluiten we daarmee af. Ja, leuk. Filippenzen. Filippenzen 3, wel. 2. Filippenzen 2. Dan zullen alle Bijbelen bidden, wie al leest nu al? Ja, dat is maar zo'n vers 13. Vers 13 en 14. Ja. Welke Filippenzen? 2, vers 13 en 14. 2, 13 en 14. Voor de Gud som virker i dere både vilje og gjøre etter hans gode vilje. Gjør alt uten misnøye og innvendinger. Ja, innvendinger, ja. Misnøye og innvendinger. Så dere kan være uklanderige og rene. 14 en 15, hoor, Dick. Ja, hij heeft het voorgelezen. Nee, 13 en 14 zijn, maar 15 moet je erbij. Ja, 15 moet je erop bijzetten. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Zo dere kan være uklanderige og rene, Guds barn uten feil, midt i en wrang og fordervet slekt. Morgen en bedenkingen. Dere skinner blant dem som lyser,
blant dem som lys i verden. Ja. Ja, dat is Gods wil. Zo Guds wil ja dat mij lyser midt i de mörke världen. En dit brengt het binnen bereik. Och så det här gör det möjligt. Dus het alles zonder morren en bedenken. Zo we mogen hier met misnui of omwendingen. Inwendingen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Inwendingen. 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 Omwendingen. Inwendingen. Ja. Uitwendingen. Uitwendingen. Nee. Dit was het. Ja, dat was nog. Nee.